Max Huiberts is uiteraard ook aanwezig op het trainingskamp van AZ in Spanje. De directeur voetbalzaken heeft een prima gevoel overgehouden aan de eerste seizoenshelft van de Alkmaarders. Als je het over de eerste seizoenshelft hebt, heb je het vaak over 17 wedstrijden. Hè? Want dat houdt de eerste seizoenshelft in. Dan kan je zeggen dat je met 41 punten dat je het gewoon heel erg goed hebt gedaan. Alleen nog een wedstrijd van de terugronde is er al gespeeld. Hè? Dat was natuurlijk die wedstrijd tegen Sparta, die laatste wedstrijd. En het is wel zo dat het gevoel van de laatste wedstrijd neem je wel weer mee in zo'n winterstop. En ja, dan kan je je wel voorstellen dat niet het allerbeste gevoel was. Want dat was ook geen beste performance van onze kant. Acht jij AZ in staat om in ieder geval de tweede plek vast te houden? We hebben een bepaalde kwalitatieve selectie die goed genoeg is om op deze plaats te staan. Dus wat ik ook al zei, het verrast mij niet. Omdat ik vind dat wij kwalitatief goed genoeg zijn om op deze plek te staan. Maar het is ook zaak om natuurlijk iedereen fit te houden. En te zorgen dat iedereen diezelfde prestatie kan leveren. En daarvoor moet gewoon heel hard gewerkt worden. Ja, het zijn goede tijden voor een technisch directeur van AZ. Ja, dat klopt. Alleen, wij moeten nog 16 wedstrijden in de Eredivisie spelen. En we hebben nog helemaal niks. We hebben een hoop wedstrijden gespeeld. Waarbij we ook hebben laten zien dat we ook een heel mooi en acceptabel niveau kunnen spelen. We hebben denk ik het publiek kunnen vermaken. Als we terugkijken hebben we het allemaal geweldig gedaan. Maar ja, ik kijk wel vooruit. En ik hoop dat we hier over een half jaar weer zitten. Waarschijnlijk niet hier. Maar terug in Nederland en dat we dan inderdaad kunnen zeggen dat we ook iets hebben kunnen verzilveren. Want dat is uiteindelijk waar je het voor doet met z'n allen.